Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ, MSI en ASUS. Your objective: infiltrate the ROG lab and retrieve the most powerful XM9 gaming motherboard ever made. Its codename is the Rampage 4 Formula. In deze aflevering van Hardware Info TV, de Acer Aspire S3 Ultrabook. Welkom bij Hardware Info TV. Eerder al bespraken we de Ultrabooks van Asus, Toshiba en Dell. Nou, één fabrikant mist natuurlijk nog in dat lijstje en dat is Acer. En hun Ultrabook is de S3. En hier staat hij. En dit is de wat duurdere uitvoering, voorzien van de 256 gigabyte Crucial M4, een C400 zoals ze hem ook wel noemen. Dat is dus een OEM-versie van de M4 SSD die ontzettend populair is. Dit is dus een wat duurdere uitvoering, maar ze hebben ook nog een goedkopere uitvoering en die wordt geleverd met een harde schijf van 320 gigabyte. En een 20 gigabyte SSD. Ja, en eigenlijk juist dat lagere prijskaartje, het feit dat die wat goedkoper is, dat moet deze Acer Ultrabook toch wel een beetje onderscheiden van al die anderen, van de Asus'en en de Dell's'en en de Toshiba's. Ja, ik zat net nog eventjes in onze prijsvergelijker te kijken en dan blijkt al dat je die versie met een 320 gigabyte SSD, 320 gigabyte harde schijf, dat je die al kan aanschaffen voor slechts zo'n €670. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel veel meer dan een normale, goed gespekte notebook. Inderdaad, nou ja, ik moet wel zeggen, kijk, als je puur kijkt naar de specificaties, ja, dan is het geen toppertje. Kijk, standaard 1366, 768 scherm. Als je kijkt aan de achterkant, nou ja, dan houdt het aantal aansluitingen houdt niet heel erg over. Twee USB 2.0 aansluitingen, een HDMI aansluiting, ja, geen netwerk aansluiting zoals je bijvoorbeeld had bij die Toshiba. Ook geen USB 3.0 zoals dat op de andere Ultrabooks overal wel beschikbaar is. Dus dat wat dat betreft is dat wel een beetje karig. Ja. Toen wij deze Ultrabook voor het eerst zagen tijdens het Intel Developer Forum, dat was alweer september vorig jaar, toen schreven we hem, ja, een beetje plastic vonden, maar het blijkt eigenlijk toch niet echt plastic te zijn. Het is een aluminium magnesiumachtig materiaal. Het is best kwalitatief, zeker voor een notebook uit deze klasse. Ja. En je ziet het ook, hij is ook flinterdun, 1,35 kilogram. Ja, het is een plaatje van een notebook. Wat dat betreft is hij wel duidelijk mooier dan de meeste dingen die wij uit de Acer-stal zien verschijnen. Ja, mooi is natuurlijk iets subjectiefs, maar ja, het ziet er in ieder geval heel erg strak uit. Ja, maar het is geen streeptrekker, dat mag duidelijk zijn. Ja, er zit die Core i5-2467M in. Ja, die kom je in veel andere Ultrabooks tegen. Nou, dat is een processor die je een beetje kan vergelijken met een gewone Core i3 mobiele processor. Ja. Dus dat is niet een supersnel processor, maar daar kan je prima mee werken. Kijk, als je zegt van nou, ik ben op zoek naar een notebook die ik voornamelijk onderweg wil gaan gebruiken. Ik wil een beetje office ermee gaan doen. Af en toe een beetje een videootje kijken. Ja, daar is zo'n apparaat natuurlijk prima geschikt voor. Zeker als er die 320 gigabyte harde schijf in zit. Want ja, dan heb je tenminste een beetje de ruimte. Want ja, de meeste en voor de duidelijkheid, daar zit dus een kleine SSD bij die als caching gebruikt. Ja. Dus dat werkt wel sneller dan gewoon puur en alleen. Dan haal je ook gewoon die snelle opstarttijden die Intel belooft van een paar seconden, waarbij die eigenlijk al meteen gebruiksklaar is. Dus dat betreft is dat een hele interessante aanbieding. Zeker als je dus bijvoorbeeld ook foto's, video's en dergelijke wil opslaan op je Ultrabook. Want de meeste andere Ultrabooks die met een SSD zijn voorzien, die beginnen bij zo'n €1000 ongeveer. Deze met 256 gigabyte SSD. Dat is voor een variant met een 256 gigabyte SSD best goedkoop, zit ze rond de €1200. Maar ja, dat is nog steeds best wel een hoop geld. Kijk, €670 is toch een heel ander bedrag. Ja, want komt een van de andere fabrikanten daarbij in de buurt? Kan Asus, Toshiba, Dell, kan een van die partijen iets leveren wat er een klein beetje Er zijn wel goedkope varianten van de UX21 van Asus en de Series 5. Dat is hun 11,5-inch Ultrabook, hè? En de Series 5 van Samsung, die zal ook uitgerust gaan worden met een harde schijf. Dus die zal ook op een heel laag prijspunt beschikbaar komen. Maar die is er nog niet. Die is er nog niet. Dus als je op dit moment toch een Ultrabook wil, maar een beetje nog de portemonnee wil sparen, is die S3 geen slechte keuze. Ja, kijk, als je zegt van ja, kijk, dan leven met het feit dat er alleen maar USB 2.0 op zit. Nou ja, kijk, als we kijken naar de andere onderdelen die erin zitten, de wireless-kaart, ja, dat is tegenwoordig echt schering en inslag. Die is ook niet zo fantastisch. Het is een 150 Mbit, 2,4 gigahertz alleen netwerkkaartje in. Ja. Nou ja, maar voor de rest, ja, als je zegt van ja, ik wil gewoon een lekker dunne notebook hebben voor weinig geld, dan is dit een perfecte keuze. En dat was weer Hardware Info TV voor vandaag. We zijn er iedere maandag, woensdag en vrijdag. Dus we spreken je snel weer. Tot dan!